Bismillah ar-Rahman ar rahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welkom bij de vierde introductie. De imams, alayhum as-salam. Wij shiiten geloven dat imamen het geloven in de twaalf imams, alayhum as-salam, is een verplichting binnen de islam. Is een fundament binnen de islam. Wij geloven dat de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam twaalf imams heeft aangesteld die de religie van Allah subhanahu wa ta'ala verkondigen en als rolmodel zijn voor de maatschappij waarover het verplicht is voor de maatschappij om overgave te geven aan de imams salam. maar wat zijn de eisen van die imams dit is een belangrijke vraag niet elke persoon die bijvoorbeeld naar voren stapt en beweert een imam te zijn, is een imam. We zien vandaag de dag in de maatschappij dat er personen zijn die beweren bijvoorbeeld een representant van imam al-Mahdi te zijn. Of die bijvoorbeeld die beweren dat zij een van de tekenen van de terugkomst van imam al-Mahdi s.a.w. zijn. Daarom is het belangrijk om te begrijpen wat zijn de eisen van een imam. De Shiïtische geleerde Ibn Shahar Ashub heeft een heel belangrijk boek geschreven genaamd Manaqib al-Abi Talib. In dat boek heeft hij 50 eisen genoemd voor een imam. Deze 50 eisen kan je dus terugvinden vanaf Imam Ali ibn Abi Talib tot aan Imam al-Mahdi, عَجَلَلَّ ta'ala, تعالى فِي en deze 50 eisen zijn belangrijk om stil bij te staan voordat men onderzoek doet naar Ziyarah al-Jama'a al-Kabir. Ibn Shar al zegt het volgende. Hij zegt uit de overleveringen van al al-Salam kunnen wij 50 eigenschappen halen die bestemd zijn voor een rechtvaardige imam. Onveilbaarheid, asma. Twee, bronnen, dus dat er bronnen zijn voor dat hij een imam is. Bijvoorbeeld de twaalf de imams, de, imams, salam, de profeet Mohammed sallallahu alayhi, alayhi wa sallam, heeft hen bij naam aangesteld. In de bekende overlevering van de profeet Mohammed sallallahu alayhi, alayhi wa sallam aan Jabir ibn Abdullah al-Ansari heeft hij gezegd, er zullen na mij twaalf imams zijn en heeft hij de twaalf imams opgenoemd. 3. de meest wijze onder de mensheid. Dit is een belangrijke eis. Imam Ali ibn Abi Talib, salamu Wat zegt de profeet? Ilm wa aliun Ik ben de stad der kennis en Ali is de deur daarvan. Ali is de meest wijze onder jullie. Een van de redenen waarom de Shiiten Imam Ali ibn Abi Talib alayhi, volgen en niet Abu Bakr en Omar volgen, is omdat Amir al-Mu'minin de meest kennisvolle is over de islam. Hij is de bron van de islam. Waarom zou je ook naar iemand anders toestappen als hij de islam is? Alayhi. Punt nummer vier, de meest taalkundige onder de mensheid. Als voorbeeld. Abu Bekr en Omar, zij waren talkundig heel zwak. Zo zijn er verschillende overleveringen dat zij bepaalde termen uit de Edele Koran niet begrepen, waardoor vervolgens de mensen naar Imam Ali aan toestapten en hij, as salam antwoord gaf. Ook als je de lijn doortrekt, als we bijvoorbeeld gaan kijken naar de meningen van. ...personen als Abu Hanifa, als Malik, als Shafi'i, als Ahmed ibn Hanbal. En je vergelijkt dat met de woorden van de Ehudalbeet, zoals imam Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq, zoals imam al-Kadhom. Dan zie je veel meer dieptegang. Dan zie je veel meer Koranversen die zijn gebruikt. Punt nummer 5. Het meest vergevende. Punt nummer 6. De meest wijze. Punt nummer 7. De meest standvastige. Punt nummer 8. De meest dappere. Vergelijk de dapperheid van Imam Ali alayhi salam tijdens Gebar, tijdens Gendag, tijdens Uhud, tijdens Bedr met die van Abu Bakr. De meest eervolle. De meest adviserende. Wie had de adviserende rol binnen de Islam? Imam Ali salam Allahi, De meest gevende. De meest geduldige. Met nummer 13. Degene die het meest lusteloos heeft dat hij niet achter wereldse zaken gaat. De meest vrijgevige, de meest gelovige in de overleveringen staat dat de profeet mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wasallam en imam ali ibn abi talib alayhi aan het bidden waren voordat er iemand van de metgezellen aan het bidden was 16 de meest barmhartige nummer 17 de meest bescheiden naar allah nummer 18 de meest loyale aan wat allah subhanahu wa ta'ala beveelt nummer 19 de meest loyale aan wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft verboden. Als wij bijvoorbeeld gaan kijken naar de biografie van Omar ibn al-Ghattab, dan zien wij dat hij een alcoholist was. En zelfs alcohol dronk, terwijl Allah subhanahu wa ta'ala het al had verboden. Hoe kan ik zo iemand volgen als geliefde? Punt nummer 20. Denk als eerst aan de mensen, dan aan zichzelf. Het bekende verhaal van Amir al-Mu'minin sallallahu alayhi wa En Kambar. Kambar was een dienaar van Imam Ali a.s. Imam Ali a.s. had vijf dirham en ging met Kambar naar de markt. En ze zagen een kraampje. Die kleding verkocht. Er was één kleding voor drie dirham, er was één kleding voor twee dirham. Imam Ali alayhi zei: geef, het, geef de kleding van drie dirham aan Omar en van twee dirham aan mij. 21. De imam wordt besneden geboren. 22. De imam is rein. 23. Vanaf zijn geboorte tot de dood maakt hij geen fouten. 24. De eigendommen zijn onder zijn toezicht. De bekende gebeurtenis dat imam alayhis salam al -dohi al -dohi, toen hij verantwoordelijk was voor Betul Maal, voor het geld van de moslims. Hij ging het schoonvegen. Dat er geen cent overbleef. Alles werd gespendeerd aan de mensheid. 25. Hij ziet wat achter hem gebeurt. 26. Hij heeft geen schaduw. Want hij is geschapen uit het licht van Allah. Dat is een van de wonderen van die man. 27. Ieder die hem volgt is een gelovige. 28. Wanneer hij geboren is, spreekt hij de getuigenissen uit. Een van onze Shiïtische geleerden, al-Bahraani, in zijn boek 'Medina al-Ma'ajis, behandelt hij de wonderen van de imams. En dan zie je dat bij elke imam, en zelfs bij al al-Kubra, Fatima al-Zahra, zij las de getuigenissen voor. ذلك التأكيد لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن علياً ولياً كايك الصديقة الطاهرة سلام الله عليها زي لاس دي عتّيجنسن فور 29. زين قلبه لا ينام 30. هو سبّاح الإمام عليه السلام is een bron van kennis die hij verkondigt aan de mensheid. 31 Zijn smeekbedes worden beantwoord. Het voorbeeld wat ik eerder had gegeven van de geleerde Humam al-Kifai die een brief schreef aan Imam Hassan al-Askari alayhis salam en vervolgens de Imam alayhi salam die beantwoordde de brief. En de Imam alayhi salam die zei tegen hem dat hij een zoon zal krijgen. Hamam al 32. Hij zal geen onreinheden hebben. 33. Hij zal geen natte droom krijgen. 34. Hij zal nooit gapen. 35. Beweegt zijn handen niet tijdens het lopen. 36. Zijn geur is lekkerder dan musk. 37. Hij heeft een testament. Dit is een belangrijk punt. Sheikh al-Quleini rahmatullahi alayhi en kitab, in kitab al-Kafir Sharif overlevert dat elke imam heeft een boek. Elke imam heeft een testament en geeft het weer door aan de volgende imam. 38. Hij heeft bewijzen en wonderen. Lees het boek Medinetul Ma'atjes. 39. Hij vertelt over de gebeurtenissen die in de toekomst zullen plaatsvinden. 40. Hij heeft wapens van de profeet en het zwaard te We hebben overleefd dat imam al-Mahdi a.s.w. terug zal komen met al fiqar 41. Hij heeft een boek met daarin alle namen van zijn shiiten tot op de dag des oordeels. In Kitab al-Kafi van Sheikh al-Kuleyni rahmatullahi alayh, daarin staan verschillende overleveringen dat metgezellen van de imams, uh, die komen naar de imams toe en de imams sluiten bijvoorbeeld een boek. Bijvoorbeeld imam al-Sadiq salamu alayh sluit een boek. Dus de metgezel zegt, o imam, ik wil lezen wat hierin staat. De imam zegt, jouw hart kan het niet aan. 42. Het heeft een boek met daarin alle namen van zijn vijanden tot op de dag des oordeels. In deze 400 osoor die ik in de eerdere introducties heb, eh, kort over heb gehad, daarin, in de 400 osoor.

En zo hebben verschillende geleerden boeken geschreven over de vijanden van de Elderbeet, salam. 43. Hij heeft een boek wat groter is dan 70 armen. Dat betekent dat de imams, alayhi salam, boeken hebben geschreven, die honderden volumes zijn. Er zijn overleveringen dat imam al-Askari s.a.w. de hele Koran heeft uitgelegd. Dan moet je je eens voorstellen wat voor enorme encyclopedie dat zou zijn geweest. En vandaag de dag hebben wij maar een deel van Tafsir al-Askari salam) tot ons bezit. 44 hij heeft een rode verzameling van de profeet. 45. Hij zal niet een opstand komen tot de komst van imam al-Mahdi. 46. Hij heeft een witte verzameling van, de profe van profeet Isa, profeet Musa en profeet Dawud. 47. Hij krijgt openbaringen. 48. Hij krijgt uitbreiding van kennis door middel van het oor en hart. 49. Wellicht krijgt hij een waardevoller, waardevoller beeld van Jibrail, Mikaël en Israfil. 50. Wellicht wordt hij aangeroepen. Dit waren 50 eisen voor Imam. Wa sallallahu alayhi wa